Nou, hey, ben ik een winnaar of niet? Ja, ja, maar er mist nog wel iets. Alleen wat? Huh? Goedemorgen. Ja, ik zie jullie wel kijken. Ja, ik draag dus een hoed. Ja, en dat moet ik helemaal zelf weten. Zei je wat, Bas? Ja, ik draag een hoed. Ja, omdat ik dat wil. Maak er maar grappen over, kan me helemaal niks schelen. Ik draag deze hoed de rest van mijn leven. Is cool, Bas. En ik draag die hoed niet omdat het in de mode is of omdat ik er jonger uit wil zien of zo. Ik draag deze hoed, want hij maakt mij af. Je lijkt er wel jonger door. Ja? Ja. Hoeveel jaar? Maar daar gaat het dus helemaal niet om, hè? Waar is Wouter? Oh, die is met Inge naar Scheveningen. Reportage maken over de visafslag. Wat zit er in die envelop? Ik heb de flessen van het klokhuisfeest teruggebracht. En dat was goed voor 300 euro aan statiegeld. Dus als jullie een leuk idee hebben wat we daarmee kunnen doen. 300 euro? Nou ja, 250, want ik heb er dus deze hoed voor gekocht. Wat, heb jij een hoed gekocht van ons gezamenlijke statiegeld? Ja, ik heb toch ook de meeste flessen leeggedronken? Bovendien moet ik er strak uitzien, want ik ben het gezicht van het klokhuis. Ja, maar dit gezicht past niet meer helemaal bij het pak. Mag ik de rest van het geld hebben, Bas? Ja, voor affiches om reclame te maken voor mezelf. Timo gaat meedoen aan So You Think You Can Dance. Ja, en ik moet winnen! Ja, dat is ook toevallig. Ik zag net die ene van de jury in de televisiekantine. Van de jury van So You Think You Can Dance? Wie? Die knappe met dat zwarte haar. Heel! Jan Kooijman! Oh, in onze kantine? Nou, ik ga me even voorstellen. You wanna be starters? Zei jij daar net niet dat ik nog wat miste? Ja, maar wat? Af! Ah! Je wou niet starten! Mooi dat Moed zo in de smaak valt. Ja, ik draag een muts, ja. Omdat ik dat wil. En het kan me niet schelen wat je daarvan denkt. Oké. Rauwe vis. Ja, we waren bij de visafslag, maar er is wat verkeerd gegaan. Wat moet ik nou met 12 kilo rode poon? Koop nog een paar kilo vis in een pot augurk en begin een viskraan. Hier wordt dus het klokhuis gemaakt. Het is heel anders dan So You Think You Can Dance. En jij? Doe jij zo al de hele dag? Oh, nou, ja, ik zit daar. Ik bel wat en dan loop ik een beetje heen en weer. En dan is het alweer 5 uur. Zin in een goede lunch? Nee, doe geen moeite. Ik maak een 7-vruchten-smoothie, broodjes met zalm. Zalm? Mm-hmm. Oh, de visboer is er. De visboer? Ik ben het hoofd van de afdeling. Ben Kokkelman. Oh, sorry. Ik rook die vis en ik zag dat mutsje. Dus ik dacht... Ja, Ben is het hoofd en het gezicht van het klokhuis. Excuses. Ik had u gewoon moeten herkennen, natuurlijk. Het ruikt sterk, die vis. Tja. Neem ons niet kwalijk dat er hier niet zoveel glitter en glamour is dan bij So You Think You Can Dance. Maar ja, hier wordt dan ook keihard gewerkt. Nou, dans is ook keihard werk, hoor, Bas. Nou, de meeste mensen moeten op een normale manier hun geld verdienen. U houdt niet van dansen? Nee, ik dans niet. Weet dat ik zelfs u aan het dansen kan krijgen? Dank je. Ik hou het liever bij bewegingen die wel nut hebben. Matig zijn, ik heb hem nog nodig. Jan, ga lekker zitten. Wout, haal die stinkvis weg. Zat ik ineens met 12 kilo rode poon? Zeg Ben, kook er nog wat vis bij en begin een viskraam. Zeg, luistert er eigenlijk wel iemand? Ja, doe maar haring, zonder uitjes. Hé? Ja, jij ging toch naar de viskraam? Het leuke was dat ze zo... Laat hem maar, Woutje. Dat is wel de knapste man van Nederland. Het is gewoon niet eerlijk. Zou dan al die knapheid toch ook over een stuk of 5 mannen kunnen verdelen? Maar dans is dus echt alles voor lekker, je. Lekker, hè? Ja, voor mij is dansen gewoon de beste manier van je uitdrukken. Mm. Maakt ook niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Ja, dans is... Ja, dat zet alles... In beweging. Ik ben nu trouwens bezig met geld in te zamelen voor een dansproject in Mexico voor straatkinderen. Oh. Ik heb nog wel een kleine bijdrage. Ja. Alsjeblieft, 250 euro. Maar mag dat wel van Ben? Hij heeft een hoed voor zichzelf gekocht. Wow. Hé, maar waar heb ik dit nou allemaal aan verdiend, joh? Ah, niks. Maar nu krijg ik vast wel een heel goed juryrapport als ik meedoe aan So You Think You Can Dance. Wacht eens eventjes. Probeer jij mij nou gewoon om te kopen? Nee hoor. Ik geef je gewoon van alles, zodat je me laat winnen. Maar dat is toch helemaal niet eerlijk? Ja, maar ik
moet proberen te winnen van dansers die veel beter zijn dan ik. Alsof dat eerlijk is. Maar Timo, je hoeft toch helemaal niet vals te spelen? Je danst hartstikke goed. Nou, zij zegt het, dus laat maar eens wat zien dan. Als jij zo goed kan dansen, dan hoef je toch niemand om te kopen, man? Omkopen? Ja, ik draag een nieuw pakje aan. Niet omdat ik er jonger uit wil zien, maar omdat dat beter past bij mijn nieuwe hoed. Waar is die envelop met geld gebleven? Die heb ik aan Jan gegeven voor de straatkinderen in Mexico. Je kan dat geld toch niet zomaar weggeven? Bovendien heb ik het nodig om een nieuwe pak te betalen. Oh, jij mag wel een pak kopen van het klokhuis geld? Anders kan ik mijn nieuwe hoed toch nooit op? Dat zou toch zonde zijn? Kijk, Ben. Ik heb tong, kabeljauw en haring ingeslagen. Nu alleen nog een kraam regelen. Heb je nog meer vis gekocht? Ja, jij zei toch, begin maar een viskraam. Dat was een grap. Nou, ik heb anders niemand horen lachen. 300 euro aan vis en dat mag het klokhuis betalen? Gelukkig hebben we dat statiegeld nog. Nee, dat heeft Ben net uitgegeven. Nee, ik was eerst. Ik kan die vis niet zelf betalen. Voorlopig zit dat geld gewoon nog in deze envelop. Jullie kunnen er natuurlijk ook om bettelen. Nee, ik hou niet van geweld. Een dansbattle? Nee, ik hou niet van dansen. Een dansbattle waar je 250 euro mee kan verdienen? Ja, jullie kunnen natuurlijk ook gewoon die vis gaan verkopen en dat pak terugbrengen. Oh. So you think you can dwing me to dance? Tja, je gaat lekker hoor, Ben. Ja, maar er mist dan mee nog iets. Ja, helemaal af. Ben, jij wint de battle. Woe! Nou, dan ga ik maar vis verkopen. Ja, en de winst gaat naar de straatkinderen van Mexico. Ja.